Ik ben Linda, ik ben distributiechauffeur en ik werk sinds februari 2020 bij Tielbeke. Het is heel afwisselend en dat maakt ook juist dat het heel erg leuk is. Het is nooit hetzelfde, ik hou daarvan. Wij combineren dat thuis door heel duidelijk afspraken te maken. Ik kan vrij makkelijk daar gaan huilen op het moment dat kinderen onverwacht vrij zijn of nou ja, op een werkdag van mij vrij zijn. Nou, is dat eigenlijk gewoon echt heel goed te combineren. Ondanks dat het bedrijf echt groot is, met bijna 700 mensen, heb ik toch elke keer een soort van familiegevoel. Als er iets is, weet je elkaar te vinden. Eigenlijk stapsgewijs. Ik heb me ontwikkeld. Ik ben begonnen als bakwagenchauffeur, als rondjes rond de kerk. Daarna steeds iets verder weg. En na 20 maanden bakwagen ben ik naar de oplegger gegaan. Sinds 7 maanden rij ik op de oplegger. Dat was afgelopen januari. Ik heb heel lang bij mijn ouders in de bakkerij gewerkt. En een aantal jaar geleden heb ik de stap gemaakt om chauffeur te gaan worden. En afgelopen januari ben ik met de vrachtwagen, met de oplegger, bij mijn ouders koffie wezen drinken. En dat was wel echt een heel bijzonder moment. Mijn vader heel erg trots. Ik vond het wel heel erg leuk om even te laten zien van kijk pap, dit doe ik nu. Ik zie mijzelf over 5 jaar nog steeds chauffeur zijn en verder doorgroeien naar ook wat langere ritten, misschien meerdaagse ritten. De komende 5 jaar ben ik al onder de pannen.